Hoe gebruik je WebZap nou in combinatie met je Apple TV? Nou, ik heb hier WebZap op de iPad, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor de iPhone. Ik heb hier mijn tv-scherm en zoals je ziet heb ik het kleine kastje, de Apple TV, geïnstalleerd. Als ik de inputkanaal nu overzet op Apple TV en ik selecteer op de iPad wat ik wil gaan kijken, bijvoorbeeld de Flyboys film, en ik klik op play, dan verschijnt er hier net zo'n icoontje als ons eigen Z-icoon. Via deze kun je hem op je Apple TV afspelen en het beeld schiet dan vanzelf naar je grote scherm. Dit is eigenlijk een hele snelle manier om al je video op het grote scherm af te spelen. En je kunt hier ook met pauze en play ten alle tijden doorgaan wanneer je Apple TV hebt. Dat is met Apple TV.